slechte exit. We hebben wel DRS, maar... Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering video van Formule 1 2021 van ons eigen team. En we duiken alvast weer lekker de game in en ja, laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Ik hoop dat jullie echt een superleuke kerst achter de rug hebben. Nog een paar dagen en dan zitten we alweer in 2022 en ja, ik kijk ernaar uit. We hebben gewoon 3700 abonnees gehaald dit jaar. En ja, daar ben ik echt jullie super dankbaar voor. Dat wil ik als eerste even zeggen. Als tweede wil ik zeggen, de vorige video is echt super ontvangen weer van jullie. De meningen waren wel echt een beetje verschillend. Want jullie vonden een beetje mijn schuld en een beetje van Bottas. En heel veel zeiden ook van, ja, Bottas kon ook gewoon... aan de andere kant zitten. Maar ja, Bottas was niet zo slim, zeggen jullie ook. En jullie vonden mij ook dat ik echt wel liep te knijpen een beetje. Dus beide een schuld. Echt weer een race incidentje. Maar ja, het heeft duur te komen te staan voor mij. Geen punten gehaald. Dus we hopen dat we in de 10e ronde van Hongarije, waar ik ook echt een hele historie heb, ja, dat we daar wel weer punten gaan halen. Want de vorige keer toen ik daar reed, toen kegelde Lewis Hamilton mij van de baan af. Dit hadden we laatst al allemaal ingesteld. Dus dat hoef ik niet meer te doen, beste kijkers. En dan heb ik nog één dingetje om te zeggen. En dan gaan we gewoon al bezig met vrije trainingen. Zo snel gaat het. De raceniveau. Ik kreeg een opmerking van ja, je hoort te rijden waar je teammaat rijdt. Dat kan ook wel, maar ik race op mijn eigen niveau. En het moet leuk zijn voor mij, het moet leuk zijn voor jullie. En ik kan altijd in het volgend seizoen dat ik hem echt vol uitzet. Ik rijd nu ook op een 75-80%. En dan kan ik gewoon vrijuit meerijden zonder problemen. Dus ik kan altijd de niveau van moeilijkheid kan ik wel omhoog zetten. Maar het moet ook leuk voor mij blijven. Dit zijn een beetje de gevechten waar ik van hou. Helemaal nergens om dat iemand op 100% rijdt of 1% rijdt. Maar ja, ik doe het op mijn manier. En stel iemand vindt dat niet leuk, ja, dan moet hij helaas mijn video skippen. Maar ja, ik zie heel veel duimpjes omhoog. Ik zie heel veel leuke reacties. En dit wou ik toch even kwijt. Want dat stoort mij toch een beetje. En ja, met allemaal weer negatieve allemaal weer, gaan we nu lekker weer positief weer. En we gaan onze vrije trainingen rijden. Wie nieuw zijn op mijn kanaal, abonneer zeker even. Druk gewoon even op dat rode abonneerknopje. Want er komt echt nog super toffe content aan. In februari gaan we bezig met Dying Light Stage Human en daar kijk ik zo erg naar uit, beste kijkers. Er komt Fortnite nog steeds aan. Ik heb al een paar video's weer klaarstaan voor jullie. En ja, we gaan ook gewoon door met Formule 1, want dat is wel mijn hoofdding op mijn kanaal en daar ja, ben ik gewoon heel erg blij mee. Dus smash op dat blauwe duimpje omhoog. Als jullie blij zijn dat ik er weer ben, laat een leuk comment achter. En dan gaan we nu beginnen met onze eerste vrije training. Jullie weten hoe het werkt. 3 vrije trainingen. Ik laat jullie de uitslagen zien. De kwalificatie is een one-shot kwalificatie. En de race is altijd pak een beet tussen de 12 en 18 rondjes. En met dat allemaal gezegd te hebben, gaan we nu beginnen. Here we go. Terwijl auto's aan de kant staan, gaan we naar onze top 3. Leclerc, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Jammer dat de training voorbij is, maar we zijn snel terug voor meer Formule 1 actie. Oké, beste kijkers, de vrije training 1 zit erop. En zoals jullie het horen, Charles Leclerc heeft een eerste tijd gereden met de 1.20.0 op de softbandjes. Tweede met zijn Alpine. Fernando Alonso met de 1.20.3. Rijdt bijna 3/10 langzamer. Derde Lewis Hamilton op de mediumband. En 1.20.398 bedoel ik.
Rijdt bijna een tiende langzamer dan Fernando Alonso. Die heeft echt een hele goede pace. Ik heb hem geprobeerd te volgen een ronde. Alleen hij was echt super snel. Zoals jullie zien, ik rijd een zesde tijd en ik rijd 1,2 seconden langzamer. Echt, het is een... Ik heb altijd moeite op Hongarije gehad. En ik probeer altijd zo goed mogelijk te rijden hier. Alleen, ik mis gewoon heel erg veel snelheid. Ik weet nooit echt goed. En deze circuit, het lijkt net of ik dan een beginner ben. En dat ben ik niet. Maar elke bocht stuur ik verkeerd in. Elke rempunt is niet goed. Of ik rem te vroeg, of ik rem te laat. Ik ga te vroeg op het gas, te laat op het gas. Echt, ik heb zoveel moeite. Dus ik heb echt de vrije trainingen nodig. Dus ik ga snel door naar de vrije training 2. Want ik ben nog niet echt tevreden ook met de afstelling. Maar here we go. Oké, beste kijkers. Er is blijkbaar wat misgegaan. Want de vrije training 2 en 3 hebben jullie niet gezien, de uitslagen. En zoals jullie in de eerste vrije training, nou, de uitslag van de eerste vrije training hoorden, klonk het geluid ook heel vaag en heel schel. Of ja, heel vaag. Maar ja, de tweede vrije training en de derde vrije training, de files waren corrupted. Dus ja, die zijn er niet meer. Ja, het is echt weer een lekker begin, laten we het zo maar zeggen. Maar ik kan het jullie wel even snel zeggen wat ik ook daarin zei. Het maakt niet uit hoe vaak ik Hongarije train of ga rijden. Want ik check mij heel erg vaak met andere e-sports rijders en met Jano Opmeer. En die echt elke dag trainen en racen. Ik zit er soms een seconde, anderhalve seconde aan 2 seconden max van hun af. En dan vind ik het best dat ik het netjes doe. Zeker omdat ik, ja, ik doe het voor mijn plezier. En ja, ik ben toch wel competitief ingesteld, laten we het zo maar zeggen. Dus ik vind het best netjes. En stel ik zou elke dag trainen, weet ik 100% zeker dat ik erbij kom. Alleen ja, met mijn ziektes en ja, ook gewoon hoe ik woon en leef, wil dat gewoon niet om elke dag echt bezig en echt te grinden daarmee. Maar Hongarije is gewoon een geval apart. Het is erger dan Singapore, het is erger dan Monaco, Suzuka, noem maar op. Dit is een baan, ook al zou ik die elke minuut trainen, het wordt gewoon niet beter. Ik rij nu een tiende tijd met 1,1 seconde langzamer dan Charles Leclerc, die een eerste tijd reed. En tweede Carlos Sainz en derde Lewis. Dat weet ik nog. Ja, ik kom gewoon 1 seconde kom ik gewoon te kort al op de eerste rijden. Dus we moeten echt de schade beperken met deze GP. En hopen, echt hopen dat we in de punten vallen. Want ja, anders wordt het hem gewoon niet. En dat is heel erg jammer. Kunnen we nog iets upgraden? Nee, dat kost allemaal heel erg veel punten, zie ik. En die punten heb ik niet. Oh. Wel hele mooie heave dampers. Maar ja, die heb ik al. Cilinderkop kost 900. We kunnen de status doen, zie ik hier. 40% faalkans. Dat ga ik nog niet doen, want dat is gewoon zonder punten. Dan kan ik beter dat even betalen. Zometeen mijn eigen team hoofdkantoor. Dat ik dat even upgrade, zodat de faalkans minder is. Anders raak je steeds die punten kwijt. En dat is gewoon zonde. Ik kreeg dat als tip trouwens. Dus. Maar ik hoop dat mijn stem nou wel goed is en goed klinkt. En dan hoop ik dat nou niet de files corrupted worden. Kijk, want we zijn maar 32 punten voorsprong. En dan zeggen jullie, ja maar 32 punten dat is best veel. Nee. Met de races die nou nog te rijden zijn. Want we moeten zeker nog... dit is de tiende ronde, dacht ik. Ja, zeker nog 22 rondes of 11 rondes te gaan. Dus, nog genoeg... punten te scoren, laten we het zo maar zeggen. Ik was even aan het lezen. Wees extra voorzichtig in bocht 4. Die is bijna volledig blind. Ja, dat klopt. De laatste bocht is ook lang. Je zult graag vroeg op het gas willen gaan. Ja, dat had ik al. En toen bleef ik een beetje... bijna in de muur kwam ik. Dus
Maar genoeg gepraat, we gaan door naar de kwalificatie. Het is een one shot en ik hoop dat hij het nou wel doet. Here we go. Oké, daar zijn we weer. Natuurlijk starten we dit keer weer op de softbandjes. De autoafstelling heb ik echt wel aangepast hoor. Rijden best met maximale downforce. Deze wil ik nog een tikje naar 6. Deze wil ik naar 56. Nog een beetje fine-tunen doe ik. Deze wil ik iets terug, want ik wil... Ja, best wel iets meer met voorremmen, maar achter merk ik dat ik echt hard moet trappen om te remmen, dus dat wil ik niet echt. Oké. Ik ben even aan het denken hoor, beste kijkers, en dat deed ik even zonder... dat laten we maar gewoon zo. Ja, dat laten we zo. Ik zag dat de verbrandingsmotor al op 50% staat trouwens. En de... Oei. Want dit had ik best al vroeg vervangen, zie ik nu. En dat kwam omdat de verbrandingsmotor al secuur begon te krijgen toen. Ja. Oké. Ja, dat moet je wel echt in de gaten houden. Dat gaat nog wel lang mee. Dan is het tijd om te racen. De kwalificatie. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Smash alvast op dat blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. Abonneer als jullie nieuw zijn. En dan gaan we nu gewoon lekker beginnen. Ja. Oké, beste kijkers. Zoals jullie horen, DRS is geopend. Vol door naar de 8. En dan tik je een kleine 320 aan. Hier al op de rem trap ik hem. En dan eigenlijk kan je hem helemaal doornemen. Volgende DRS-punt. In de 3 kan je elke bocht eigenlijk nemen. Hier door laten lopen. Weer vol op het gas. Hier kan je gewoon mooi door. En dan deze bocht. Als je die goed neemt, kan je hem vol gas nemen. Ik moet 2 terug, iets te wijd. Hier ook iets te wijd, dat kost wel tijd hoor. En ik zie daar Lewis Hamilton voor me. Dit is een mooie chicane. Niet te hard over de curve, dan heb ik weer schade aan de ondervloer. Een beetje door laten lopen. Dan snelle bochtencombinatie, eentje terug. Laat ik weer wat tijd liggen hoor. Weer vol gas erop. En zoals jullie zien, in de 3 kan je eigenlijk elke bocht nemen. En ik wil mij daar zelf lanceren. En ik weet niet wat we poelen. Ha! Wat poelen we? Ik heb wel een prestatie ontgrendeld. We hebben maar 1 ronde nodig. Het was best een goed rondje. Paar kleine schoonheidsfoutjes. Alleen af en toe even de bocht te ruim genomen. Alleen in de laatste bocht lanceerde ik mezelf. En dat was de best goed. Zijn geweest. Boom! Top 3 bekijken. 5e plek. Daar ben ik gewoon super blij mee. Dat was de kwalificatie. Maar morgen zijn we weer terug met de Grand Prix. Oh, wat ben ik hier blij mee. Een 1.18.7. Ik ben gewoon trots op mezelf. Oh, beste kijkers, wat is dit lekker. Oh, dit is echt lekker. Dit. Oh, wat geeft me dit een lekker gevoel. Oh, wat heerlijk. Nog nooit zo blij geweest met een 5e plek. Eerste Max Verstappen. Het is wel mijn rivaal, maar oké. Een 1.18.550. Tweede Valtteri Bottas met de 1.18.566. 16.000ste verschil. Derde Lewis Hamilton met een 1.18.588. 38.000ste verschil van Max Verstappen
en 12.000ste van Valtteri. Het is niks. Het is echt niks waar we over praten. Dan krijgen we Charles Leclerc, een 1.18.617, 67.000ste van Max. Wat zit dit onwijs dicht bij elkaar. En dan kom ik met een vijfde tijd, een 1.18.767. En ik doe iets meer dan 2/10. Maar kijk daar even achter Sergio Perez. Die zit ook gewoon even op 17.000ste ongeveer van mij. Het is niet normaal, beste kijkers. Wat zit er dicht bij elkaar. Echt tot en met de tiende. Echt wauw. Maar wat een lekker rondje heb ik er uitgeperst. Echt een super lekker rondje. Ik heb de auto nog even afgesteld. Helemaal vol op aerodynamica. Dus echt dat ik vol in de vleugels zat. En de auto ligt zo lekker op de weg zoals jullie zagen. Echt, ik heb een super goed gevoel bij de race. Echt. Oh, maar 2/10 van Max. Ik denk dat dit het beste rondje ooit is wat ik heb gezet in Hongarije. Oh, heerlijk. Ik hoop dat jullie er al van hebben genoten. Smash op dat blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En dan gaan we nu door naar de race. Ik heb er zin in. Here we go. Het is tijd om te racen in Budapest. We maken ons klaar voor een nieuwe ronde vol Formule 1 actie. We verwachten niet al te veel uitvallers op dit circuit. Er zijn hier genoeg huidige en voormalige coureurs met foutloze finishes. En in het bijzonder Ralf Schumacher, die in alle 10 van zijn Hongaarse Grand Prix starts over de streep is gekomen. Vandaag hebben de coureurs 14 bochten om doorheen te navigeren op de 4,3 kilometer lange Hungaroring. Er zijn er 6 naar links en 8 naar rechts in een ronde met gemiddelde snelheden van zo'n 195 km per uur. Het is bijna tijd om de baan op te gaan voor het begin van de race, maar voor die tijd Bas van Damme. Welke strategie kunnen we vandaag verwachten? Zowel de coureur als het team moeten aan zoveel denken als ze gaan racen. De banden, brandstof, energieherstelsystemen. De lijst is oneindig. Maar ik geloof dat de sleutel tot de overwinning vandaag de pitstopstrategie is. Als je te snel binnen bent, dan heb je misschien wel meer dan één stop nodig. Te laat, dan ben je er te lang omdat je banden versleten zijn. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. De jonge superster Max Verstappen begint vanaf pole position. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. Door naar de rest van de grid hebben we Hamilton, Leclerc, Robinson en Perez, Norris, Sainz, Ricciardo en Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Yuki Tsunoda en Vettel, Stroll, Raikkonen, Antonio Giovinazzi en George Russell, Latifi, Mick Schumacher, Drugovic en Nikita Mazepin. De lichten gaan bijna uit, dus op naar de baan. Oké, daar staan we dan mooi op de grid op de vijfde plek. En ik heb er super veel zin in, beste kijkers. Echt, we gaan 18 rondjes racen. Dat is 24 minuutjes. Best lang trouwens, 24 minuutjes. 6 rondjes op de soft, 12 op de medium. Ik wil nog wel een keertje even kijken als hij me toelaat. De achtervleugel doen we nog wel een tikkie. Deze zetten we even op 57. Dat rijdt, ja, voor mij doen we altijd die twee tikkies. Dat is net de twee tikkies om lekker te fine-tunen. Rembalans voor, ja, die doen we gewoon 60%. Ja, daar ga ik nog even niet mee bezig. En de PEC laten we ook zo. Ik ben er klaar voor, beste kijkers. Echt. Ik nog een keertje even kijken naar de race-strategie. Ik had hem wel goed aangeklikt. En dan heb ik voor bijna 20 rondjes aan benzine mee. En dat hoeft niet. We gaan voor 19 rondjes benzine meenemen. 19.1. Ja, die 0.1, die doet hem. Dat doet het hem. Echt, dat doet het hem. Maar even zonder gekheid, we hebben dus voor meer dan een ronde meer benzine mee.
Want het zijn maar 18 rondjes, maar ja, je gebruikt altijd wel iets meer benzine of je laat hem hoger in toeren lopen, noem maar op. Dus voor de zekerheid echt even aanklikken. En dan zijn we er klaar voor, beste kijkers. Ik heb er super veel zin in, ik hoop jullie ook. Smash op de blauwe duimpje omhoog, abonneer als jullie nieuw zijn. En dan gaan we nu de GP van Hongarije rijden. Here we go! Oké, de koppeling wordt ingedrukt, vol gas erop. En dan zijn de lampen officieel uit en is de GP van Hongarije begonnen. En we hebben best veel wielspin. En Leclerc probeert me een beetje te knijpen, maar ik hou hem gewoon breed. Ja, kleine touché daar met Valtteri Bottas en Lando Norris kwam even om het hoekje kijken. Ik heb wel een betere snelheid dan Lewis daarentegen. En dit is heel erg mooi, want we zitten aan de binnenkant. Ik schiet wel iets ruim. Daardoor verliest Lewis nog een plekje aan Carlos Sainz. En daar is Carlos Sainz, maar ik zit nog steeds aan de binnenkant. Ik heb echt geen temperatuur in de banden, voel ik. En we liggen weer vijfde. Ja, ik heb echt problemen met de auto. Ik moet echt even de rust pakken nu. Oké, we liggen gewoon vijfde. We hebben geen... Ja, de auto remt gewoon bijna niet. Oké, we liggen vijfde, we hebben de eerste ronde heel huids overleefd, we hebben geen schade aan de auto. En we zitten op een kleine 16e van Carlos Sainz. In de hoop dat we hem kunnen bijblijven. En dan zometeen met DRS natuurlijk voorbij kunnen gaan. Nee jongen, de auto voelt echt heel zwaar. Ik moet heel hard trappen om op de rem te komen. DRS will be enabled. Kijk, en dit is heel erg jammer. Within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Blijven even van de curbs daar af in de eerste paar bochten. We zijn wel het snelst in sector 1 trouwens. Van iedereen zijn we nu het snelst in sector 1. Dat is gewoon echt mooi om te zien. Dat geeft toch een beetje ja, positiviteit. In sector 2, dus we verbeteren onszelf wel. Ik heb een beetje nu de pace weer. We hadden nog geen DRS. We're approaching the pit window. Dat is jammer. Maar wel nu. Hebben we nu wel DRS? Nog steeds niet.
zit op 16e. Oké, vaart. Kom, ik zat aan die curbs en ik hobbelde eigenlijk een beetje van de baan af. Auto voelt gewoon heel zwaar aan. Auto voelt echt heel zwaar aan. Kijk, en op het lange rechte stuk loop ik wel in op Carlos Sainz. Zoals jullie zien, Leclerc zit al op 3,5 seconden. Ik denk dat ik nu al naar binnen ga in ronde 5. Het is wel heel gewaagd wat ik ga doen. Maar ik heb gewoon echt heel erg veel last van deze banden. Dus het is wel heel erg gewaagd wat ik nu ga doen. Alleen ja, dan maar even als laatste naar buiten proberen, toch iets anders maar proberen. Go, go, go. 3 seconden, dat is een lange pitstop en we staan laat. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. We liggen laatste, beste kijkers. Ik vond echt, de banden waren op. En dan probeer ik alweer tijd goed te maken. Maar ik moet gewoon nu even de rust in het kopje houden. Ah, ja, dan helpt dit helemaal niet. Ah, ik heb er niks mee gewonnen zoals jullie zien, want ik trapte hem direct op de rem. Daarvoor kreeg ik ook geen bochtafsnijding of iets. Blijkbaar zijn er echt al heel veel mensen naar binnen gegaan. En ik zie Lewis Hamilton weer achter me. Dus dit is positief voor mij. We zitten in de 7e ronde en we liggen 14e. Ik pak even een andere lijn proberen om mij een kleine slingshot te bieden. Kijk. Ja, ik moet liften. Dankjewel, Tima. Dit kost me echt heel veel tijd. Ja. Ja, jongen. Dus hij schiet door en ik knalde bijna bovenop.
Ik snap echt wel dat hij ook zijn race aan het rijden is. Zevende op dit moment. Kom op, ik heb de oudere band, maar pas in sector 1. Slechte exit. We hebben wel DRS, maar... Boom! We hebben plekje 5 weer. We hebben plekje 5 weer. Dat is niet slim. Ja, dat dacht ik al. Ik moet gewoon de rust in mijn hoofd bouwen. We zijn nu op de helft van de race. We liggen vijfde. 1,4 seconden. Ja, ik zei het al in de vrije training. De beide Ferraris hebben echt een hele goede pace op Hongarije. Ik ben even iets stil, beste kijkers, omdat ik echt aan het jagen ben voor mijn doen, hoor. Proberen in die slipstream een beetje te komen. Sowieso hebben we DRS zometeen. Dat moet. Nee, weer niet.
En ik zie dat Lando Norris een beetje Lewis Hamilton aan het ophouden is. DRS, probeer die slipstream te pakken, hier ook. Ik denk dat ik iets te ver weg ben. Ja, hier ook. Ik had een slechte exit. Ik merk wel dat ik meer snelheid heb dan de Ferraris. Alleen Carlos Sainz haalt, ja, die haalt mij gewoon echt op. Oeh, beetje glijden daar. Hij brak even uit. Nu moeten we hem wel kunnen pakken, toch? Met slipstream, DRS en daar gaan we. Hij probeert te verdedigen. Ik zit aan de buitenkant en we pakken hem zeker. Ai, ik schiet rechtdoor, ik schiet door, ik schiet door. Great maneuver. You made it look easy. En ik heb hem nog steeds. Boeia. We liggen vierde, in de 13e ronde nog 5 rondjes te gaan. Ik zie dat lukt. The gap to car in front is 7.1 seconds. Ik zie dat Leclerc derde ligt, Bottas tweede, dus Max eerste. En ik zie dat ik hier alweer een lekker rechtdoor schiet. Dat dichtrijden, dat doe ik nooit. Kijk, dat dichtrijden, dat doe ik nooit, beste kijkers. Het zou gewoon heel mooi zijn om dat derde plekje nog te pakken, maar ja. Ik rijd dus in de vrije lucht, rijd ik wel dus 3/10 harder dan Charles Leclerc. Maar ik merk wel aan de banden. Ik denk dat ik er iets te veel van heb gevraagd. En ik denk dat Leclerc het overgoed vindt, die derde plek hier. There's 5 laps of fuel remaining.
leading our teammate by 39.8 seconds. Ja, dat maakt me echt niks uit, beste baas. Het gaat mij erom dat ik niet meer harder kan rijden dan Charles Leclerc. En dat ik Carlos Sainz ineens op de dak ga krijgen weer. Ik heb te veel van mijn banden gevraagd, beste kijkers. Okay, gap ahead is 7.4 seconds. Ja, ik schiet weer door. Dit gaat niet goed. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Ah, dat ook nog. To see a loss of power. We gaan kracht weer verliezen. Veel pk's vermogen. Dit is echt heel jammer dit weer. Dus ik ga vermogen verliezen. Dat ook nog. Ik hoop dat gewoon daarvoor bij de top 3 nog wat gaat gebeuren. Hier, kijk dan. Ah, remmen, dat doet hij gewoon bijna niet. Ik begrijp het niet. Hier, ik trap zo hard als ik kan op die rem. Echt, ik begrijp het niet. De auto remt zo verschrikkelijk slecht. Ah, wat ik nu aan het doen ben, dat is helemaal lekker gevaarlijk. Want door deze kleine foutjes zit Carlos Sainz en Lewis nu op mijn nek. Hij zit aan de binnenkant, maar iedereen weet, ik rem laat. Ik pak wel wat de buitenkant van de baan. Hier zit ik weer aan de binnenkant, dus dat is goed. Ja, we beschermen natuurlijk de binnenkant, maar nu hebben ze beide DRS natuurlijk. En ik er niet. Lewis gaat de aanval inplannen bij Carlos Sainz en ik zit gewoon echt met een probleem met remmen. Lewis moet eens langs Carlos Sainz. Maar het was al aan het begin van de race, zei ik al, we moeten de schade zien te beperken met deze GP. Want dit is gewoon niet mijn GP. Oh, ik voelde het aan de auto dat hij wou. Ja, dank je Lewis. Echt, dank je Lewis. The bodywork's taken a few scrapes. Try not to make it any worse. Oké, de bodywork heeft een klapje gehad. Maar ik denk dat zijn vleugel een tik heb gehad, dus dat betekent Lewis gaat naar binnen. Zo is het in het spel ingesteld. Ja, nou remt hij helemaal niet. Hij stuurt bijna niet. Ik zit echt met problemen met de auto. Er zit geen vermogen meer in. Lewis is naar binnen gegaan. Dat neemt niet weg dat Carlos Sainz wel DRS heb en het is de laatste ronde. Het is echt weer spannend hoor. Ja, kijk, hij schiet gewoon rechtdoor. En op 3/10 zit nu Carlos Sainz en ik ga echt de binnenkant beschermen met mijn leven. Want op 8/10 zit Lando Norris. To the car in front is 14.0 seconds. Mooi, moeten ze lekker laten. Woehoehoe. Ja, er zit echt geen fut meer in.
Er zit gewoon geen fut meer in die auto. Hier, hoorde je dat? De woe woe woe. Ah, dit is niet goed. Maar dit gaan we nog wel redden. Max Verstappen is de winnaar en ja, de achterkant wel uitbreken. Ja, Bottas is dus tweede geworden, derde dus Charles Leclerc. En wij pakken de vierde plek. Boom! De schade is beperkt. Ik ben best tevreden. Oeh. Maar echt, wat een probleem met de auto. Coureur van de dag. We zijn coureur van de dag. De eerste keer. Ah, dit is wel vet. Dit maakt alles goed. Dit maakt alles goed. En Bas, wat heeft vandaag het verschil gemaakt? Bij deze spelen de banden echt een grote rol in de uitkomst. Ja, de banden spelen echt een grote rol. Niet alleen om snelheid, maar ook om een constante snelheid over de gehele baanafstand. Als je dus de rondetijd kunt behouden en toch vloeiend rijdt en aardig bent voor je banden, dan heb je de race vandaag gewonnen. Ik had nooit verwacht dat ik coureur van de dag zou worden. Red Bull heeft goed gejaagd op de pole position van vandaag, ja, en het is prachtig dat het ze is gelukt. Ze doen zo super veel voor de sport hier, dat je niet anders dan blij kunt zijn. Maar ja, dat hoef ik niet te zien. Echt, ik vroeg ook te veel van mijn banden. Ik zat echt te jagen op Carlos Sainz. En dat heeft ook wel een beetje de banden gekost van de mediums natuurlijk van mij. En Carlos Sainz en Lewis reden nog op de harde band. Dus daarvoor konden ze echt pushen op mij. Deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor het klassement. Die leiding aan de top van het klassement is vandaag iets gekrompen. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Ik ga voor Robinson. Er was veel gaande op het veld vandaag. Boom. Maar zij waren de enigen die echt het onderste uit de kan hebben gehaald. Het is tijd om naar het constructeursklassement te kijken. Red Bull stijgt in de ranking. Ondertussen heeft Aston Martin dit weekend goed werk geleverd en zich verder omhoog gewerkt. Ik ben uitgeput en uitgelaten met dit weekend vol Formule 1. Kom bij ons terug voor de volgende. Ja, we moesten echt het onderste uit de kan halen, hoor. Echt, wat Bas Verdamme zei, echt, we hebben tot het uiterste gestreden. En de ICE die begaf het weer. De auto remde niet. Ik weet gewoon niet wat er met de auto was. Zo deed hij niet in de trainingen en in de kwalificatie. Deed hij gewoon niet. En hij stuurde zo zwaar, zo zwaar. Ik probeerde nog het differentieel aan te passen. Alleen het werd alleen maar slechter. En ik remde wel, maar de auto... En ik stuurde over naar links of rechts. Maar de auto ging gewoon klaar rechtdoor. Echt. Ja, jammer. Echt. Maar Verstappen heeft dus gewonnen. Maar op ja, iets meer dan 5,5 tiende... Zat Valtteri Bottas, dus die is echt bezig jagen op Max. Derde Charles Leclerc op 1,1 seconde van Max. Wauw, dat zijn ook... ja, de top 3 is echt bezig vechten met elkaar. Dan een vierde plekje voor mij, 17,5 seconde achterstand. Ja, het was gewoon niet het weekend voor RD-Sports F1. Want mijn teammaatje die is laatste geworden... We hadden beide gewoon echt heel veel moeite met de auto. Maar toch een vierde plekje. Ja. We hebben de schade een beetje beperkt. Natuurlijk is die wel 13 punten ingelopen. We gaan ook even kijken nu naar de stand. En het is heel spannend, beste kijkers. Ik sta nog steeds eerste met 152 punten. Tweede Max Verstappen met 133 punten. 19 punten maar achter mij. Het gaat een spannend seizoen nog worden. Derde Lando Norris met 113 punten, 39 punten achterstand. Ja, het gaat echt spannend worden. We staan nog steeds op de vijfde plek met de constructeursklassement. Met 152 punten, dus 64 punten achter Red Bull. Ja, die scoren steeds beide punten, dus wordt er nog pushen. Nou, we staan wel 100 punten voor Alpine, dus dat is goed. 21 punten met Ferrari. Nou, we kunnen sowieso kunnen we nog wat derde, denk ik, worden met de constructeurs. Dus daar gaan we gewoon voor.
Wat we nu eerst gaan doen, we gaan de raceherhaling even opstaan. Dat vergeet ik altijd. Dat is wel altijd belangrijk, want daar haal ik mijn thumbnails uit. Dus dat is wel heel belangrijk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ook al hebben jullie een stressige en zenuwachtige Robin gehoord. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Smash op dat blauwe duimpje omhoog. En dan gaan we nu eerst even door naar de team hoofdkantoor. Want ik wil wel even een paar dingen. Wil ik even nieuw op de auto laten zetten. En even kijken wat voor updates er zijn. Dus let's do this. Oké, beste kijkers. We zijn nu bij 22 augustus. De kwaliteitscontrole hebben we gehad. De duurzaamheid is laag. Dus daar moeten we zeker wat aan doen. De is mislukt. Het is gewoon weer jammer dit. Ja, die moet ik dan wel weer eens doen. En dat kost... Nou kan ik weer niks doen. Damn it. Zo jammer dit weer. De duurzaamheid doen we zeker weten. Dat is gewoon heel erg belangrijk. We spoelen even iets door tot de 24ste. Kom op. Boom. Oké. We hebben punten weer. Dus we kunnen weer wat inplannen. Precies. Precies genoeg. Dit is perfect. Want dit is een grote upgrade wat we gaan doen. Het is de vernieuwing aan de structuur van de mono. Resulteren in een gewichtsbesparing zonder kracht op te offeren. Dus dat is echt super. En dan schieten we ook direct door tegen de Aston Martin aan. Dus dat is echt perfect. Nee, dat hoeft niet. Nou, momenteel hebben we dus geen punten, dus kunnen we ook niks doen. Daarentegen kunnen we wel de ICE weer even vervangen. En dan ga ik denk ik alles gewoon vervangen. De energieopslag, moet dat? Nou, kan beter gewoon die 31% er weer opzetten. Ik wil gewoon wat we kunnen vervangen, dat doen we ook. Deze is 37%, dus ik ga weer terug naar mijn eerste regel elektronica. Dat moet dan maar even. Zo moeten we het dan maar even doen, beste kijkers. Onze eerste volgende GP is dus België en daar heb ik echt super veel zin in. En dan hoop ik, als mijn game het even doet... Zo, hij doet het. Het duurde even. Maar we hebben 1,9 miljoen op de bank. We hebben 3 sponsors, nog een paar leveltjes en dan hebben we 4 sponsors. Ja, ik heb er super veel zin in weer. Jullie kunnen snel weer een video van mij verwachten, want we gaan echt even pushen dit jaar. Want ik wil meer video's voor jullie maken. Ik wil ook meer video's voor mezelf maken. Ik heb er super veel plezier in. Als ik jullie reacties zie, dan krijg ik nog meer plezier in de video's maken. Dus dank jullie wel daarvoor. Jullie weten wat voor tijd het is van de video. Zeg maar met me mee, beste kijkers. Abonneer als jullie nieuw zijn op mijn kanaal. Druk gewoon even op dat rode abonneerknopje. Like als je de video leuk vond. Laat een leuke comment achter. Ik lees natuurlijk alles. En zeg het dan met me mee, beste kijkers. Tot de volgende keer. Adios.